Elke week zochten meer dan 1,4 miljoen mensen naar de identiteit van de mol. En zoals ieder jaar deden online de wildste theorieën de ronde. De ene al wat creatiever dan de andere. Elke week opnieuw werden tips en hints gezien in alle richtingen. Dus ook in de juiste. Al hadden die soms puur met toeval te maken. Zo lopen Laure en Alina in aflevering 2 in Ioannina een opvallende graffiti voorbij. En dat hadden heel wat mensen opgemerkt. Maar dit is niet de taak van de mol. Een korte zoektocht leert dat die graffiti er al lang voor onze reis door Griekenland stond. Puur toevallig dus, maar te leuk om te laten liggen. Maar niet voor alle tips konden we rekenen op Griekse graffiti-spuiters. We gaan terug naar aflevering 1. Stop. Hello darkness, my old friend. Daar hoor je een bewerking van het bekende liedje The Sound of Silence. Dat nummer was een verwijzing naar de allereerste scène in Vilvoorde. In die openingsscène hoorde je elke kandidaat voor een allereerste keer. Dag Els. Hallo. Iedereen zei wel iets. Je gaat mee. Serieus? Zalig. Oh. Nee, echt. Behalve één iemand. Oh, jong. Oké. Okay. Momenteel nog wel. Eén persoon die wel reageerde, maar dat als enige in volledige stilte deed. Echt waar. Oké. We zijn in aanwezigheid van de mol. Of hoe de saboteur zich al in de openingsscène onderscheidde van de rest. Dan heb ik een voorstel. Ook over de mysterieuze doos van Pandora uit aflevering 2 werd wild gefantaseerd. Maar dit was de enige juiste theorie. Op het moment dat er een eerste keer over de doos wordt gesproken, wordt duidelijk gezegd dat de doos haar geheim prijsgeeft tussen 4 en 6. Voorlopig is de doos nog stevig op slot. Ze kan haar geheim alleen prijsgeven tussen 4 en 6 uur 's nachts. Die stelling mocht je gerust letterlijk nemen, tijdens het onthullingsmoment met de doos. De naam van de mol zit hier wel degelijk in. Wanneer alle namen daar één voor één passeren, zag je die van de mol als vijfde. Bruno, Els, Jolien, Bart, Alina, Selim. Letterlijk dus, tussen 4 en 6. Oeh, merci. Oh, wauw. Hi. Hallo. Maar in de voice-over zat nog een grotere verwijzing naar de mol. Als je in elke aflevering telkens de eerste letter van de voice-over bij elkaar zette, vormde dat een omgekeerd woord. Kettingen, blinddoeken en habijten. In de doos zit de naam van de mol. Na het vertrek van Bruno zijn de kandidaten nog met 8. Na een week in het noorden van Griekenland gaat de reis verder richting Athene. Er zijn nog 6 kandidaten in het spel. Ze worden wakker in Glyfada. Meteen na het pikkelharde afscheid van Selim, ze zijn nog met 4. In dit Griekse havenstadje begint voor de 3 finalisten de laatste rechte lijn. Draai al deze letters om en je krijgt het woord Ismenik. Geen wartaal, maar wel het Russische woord voor verrader. In de moedertaal dus van de hoofdrolspeelster. Go finger. En er was nog iets dat je kon omkeren. In aflevering 4 kreeg je tijdens de ondervraging mondjesmaat te zien welke kandidaten uit een vliegtuig waren gesprongen. Elke flashback werd ingeleid door een stukje dat achterstevoren werd afgespeeld. Dat was een verwijzing naar het moment dat de mol uit het vliegtuig springt en iets onverstaanbaar lijkt te roepen. Opnieuw, geen wartaal. Want als je het omgekeerd afspeelt, vormt het een zeer duidelijke boodschap. Schattekes, het molletje is aan het vliegen boven de kandidaatjes. En geen kat dat ervan weet.